Mijn naam is Harm Korfker van Korfker Architecten. En in het dagelijks leven geef ik leiding aan een team van professionals. Waarmee we dag in dag uit mooie gebouwen ontwerpen. om de wereld om ons heen een stukje mooier te maken. Hier achter mij ziet u wat beelden en ziet u een mooie foto van ons team. Um, wij werden getriggerd door VIP Flevoland omdat het vraagt om een initiatief dat bijdraagt aan de kwaliteit van de ruimte van Flevoland en daarnaast ook de identiteit van de provincie versterkt. En laat dat nou precies hetgeen zijn wat we met groepsaccommodatie van Vakantiepark Eigenwijze doen. Jullie zien hier op het scherm achter mij zien jullie de locatie waar die komt. Het is uh, op de kruising van Vakantiepark Eigenwijze en aan de andere kant Natuurpark uh, het Groterveld, wat uh, de Eigenwijze ontwikkelt met Staatsbosbeheer. De kracht van ons ontwerp is dat het de geschiedenis van de polder verbeeldt. We gaan eigenlijk een eilandje maken op het droog, en op dat eilandje bouwen, als het ware, een klein dorpje. En in dat gebouw is die groepsaccommodatie gehuisvest. Dus op een prachtige manier laten we daarmee de geschiedenis van de polder zien: het water, de strijd met het water, de drooglegging, de pioniersgeest en ook de gemeenschapszin die daarbij hoort. Een andere kracht van ons ontwerp is dat we het compleet circulair gaan ontwerpen en compleet circulair gaan uitvoeren. Dat betekent dat we hernieuwbare materialen gaan gebruiken, dat we ook materialen gaan hergebruiken die al een eerder leven hebben gehad, dat we zorgen dat de materialen die we toepassen, dat die losmaakbaar zijn, zodat ze in de toekomst weer uit elkaar gehaald kunnen worden, op een andere plek gebruikt kunnen worden en we noteren alles in een materiaalpaspoort, zodat mocht het gebouw over een jaar of honderd, en we hopen het natuurlijk niet, zijn functie verliezen, dan kunnen al die materialen een nieuwe plek vinden op een andere plek. En dan gaan we nu naar de 3D visualisatie van ons plan. Ik sta hier nu op de toegangsweg richting de groepsaccommodatie op Vakantiepark De Eigenwijzen en als ik dan kijk en daar zie je het daar zie je prachtig in beeld gebracht hoe die plint van het gebouw is opgebouwd uit planken van een kademuur en dat hebben we afgeleid van Werelderfgoed Schotland. daar zie je dat ook hoe daar de planken het eiland beschermen tegen het water en daarbovenop zijn huisjes ontworpen in een wat abstracte stijl maar duidelijk afgeleid van de eilandhuisjes van Schokland en van Urk Um, en die, die, die huisjes die zijn weer verbonden door een mooie transparante hal. En het leuke is dat dit gebouw gaat straks als groepsaccommodatie gebruikt worden. En in die, in die uh, centrale transparante hal gaat ook de reuring ontstaan door die groepen die past bij een klein dorpje. Nu staan we in de tweede take en ik kijk even achterom. Je ziet daar een prachtig uh, speelschip liggen in de speelweide uh, wat doet denken aan de bodem van de zee. Um, Waar ik even hierbij stil wil staan is dat dit gebouw gaat helemaal circulair gebouwd worden. En circulariteit gaat om heel veel dingen, maar een van de pijlers is hernieuwbare grondstoffen gebruiken. En hout is een circulaire hernieuwbare grondstof. Hout kan in de tijd dat dit gebouw uh, hier staat, kan het herplant worden en weer helemaal teruggroeien, waardoor je grondstof niet verloren gaat. En dat is ook de reden waarom we het hele casco van het gebouw opbouwen uit hout. Dat we de gevel helemaal bekleden met hout. En die plint die gaan we ook bekleden met hout, maar dat wordt herbruikt hout. Op die manier is dit pand ook een absoluut voorbeeld van duurzaamheid en de vernieuwende bouwkunst van de Flevopool. Ik sta nu in het derde beeld en ik wil bij dit beeld even stilstaan bij uh, de visuele kwaliteit en het beeldmerk van dit gebouw. We leven op dit moment in een enorme beeldcultuur. Um, de identiteit en de kracht van de locatie wordt enorm versterkt door media als Instagram en Pinterest. En ik ben ervan overtuigd, wij zijn ervan overtuigd, dat dit beeld een beeld wordt waar mensen voor gaan omrijden. Waar ze even bij willen zijn geweest en een selfie mee hebben gemaakt. En wij geloven dus ook dat Flevoland met deze groepsaccommodatie op toeristisch gebied een absoluut icoon erbij heeft. En een nieuwe toevoeging aan het beeldmerk van de provincie. Ik ga afronden. De groepsaccommodatie van de eigen wijze is met zijn circulaire bouwsystematiek een absoluut voorbeeld van de vernieuwende, duurzame bouwcultuur die past bij Flevoland. Daarnaast is het een absoluut icoon dat voor het toeristisch Flevoland en voor het landschap enorm zal bijdragen aan de identiteit. Kortom, dit initiatief is een grote bijdrage voor de provincie en wat mij betreft absoluut de grote kanshebber voor de VIP Flevoland.